Natuurfotograaf Johan van der Wielen laat zien hoe je die ene bijzondere natuurfoto maakt. We staan hier op de Lunermark en de zon is bijna onder. Maar het is vandaag een hele warme dag geweest en we hebben eigenlijk helemaal geen bewolking. En omdat het nog eigenlijk eind van de zomer is, zien we dat de zon behoorlijk fel nog is. En toch wil ik wat doen, want het licht is prachtig, maar de zon zelf. Die vind ik dan eigenlijk te fel, niet mooi genoeg. Dus daar laat ik eigenlijk, die laat ik buiten beschouwing. En ik heb eigenlijk hier, ben daar straks al hier langs geweest. Ik heb een aantal shots al gemaakt um, van uh, een prachtig berk in de verte. Met hiervoor de nog prachtig bloeiende heide. En daartussen een klein plukje met groen. En dan kun je ook meteen zien dat het licht veel minder mooi is. Het was nog vrij hard. Ook al was, liepen we al bijna tegen zonsondergang aan, dan zie je dat het licht veel harder is, veel koeler is. Ja, en dan zie je nu dat we nu echt tegen het prachtigste, mooiste licht aan zitten. Dus ik ga er nog eens even één een maken. Ja, het licht wordt echt steeds mooier. Eh, ik heb ook voor staand beeld gekozen, want ik zie hier een heel mooi eenzaam plukje met heide. Dat heb ik hier als het ware als mijn voorgrond. Daarna lopen we als het ware door het beeld heen, via dat groen, naar die hele mooie boom toe. Eh, ik kan het liggende beeld er nog wel even laten zien kun je zien wat het effect is. Ja, dit is compositie echt beduidend minder. Je merkt echt dat staande beeld, dat werkt vele malen mooier... ...omdat je echt die inleiding hebt van die grote pol... ...via dat groen ja, naar die eenzame berg op die heide. We zitten nu ongeveer 20 minuten tot een half uur na de zonsondergang. Dus het licht is echt helemaal weg. En wat je nu ziet is dat eigenlijk die lucht heel mooi begint te kleuren. Bovenin is het uh, al blauw, dat blauw van de nacht komt al. En onderin, eigenlijk aan die horizon, zie je nog dit laatste uh, mooie warme licht van die zon. Dus heb je nou de mogelijkheid om na zonsondergang nog te blijven staan? Ga dan ook vooral niet weg, want dan wordt het ontzettend mooi. Ik heb hier dezelfde boom weer gepakt. Die staat op een heuveltje. Die heb ik nu als een silhouet tegen de horizon gezet. En daar zie je het late warme licht in de benedenlaag en al dat blauwe gelicht erbovenin. Dat geeft gewoon een heel mooi warm silhouet. Heb je nou zelf ook hele mooie foto's gemaakt van de zonsondergang? Of van het mooie late avondlicht? Of zo'n heel mooie silhouet na zonsondergang? Stuur het dan in op buitengewoon.nl En ik ben heel benieuwd wat jij hebt gemaakt.